Aan hen dus de taak om beslissingen te nemen. En ze hebben geluk, want het proeven van het nieuwe menu hoort daar ook bij. Ja, gaat goed hoor. Nou, we hebben een selectie van de menukaart gemaakt, van de terraskaart, een dingetje van de avond. De stoof van geit. Nou, die moet je natuurlijk wel als eerste proeven. 3,5 uur gestoofd, dus... Daar was Danny toch zo op tegen? Ja, nog steeds hoor. Het is wel, het smaakt wel echt goed. Ik word er heel enthousiast van. Krijg ik echt zin om de deuren open te gooien en dit de wereld in te gooien. Dit is de Vega Burger met de Piccalilli. Open tosti. De Graffard Laks die we vanochtend hebben gemaakt. Die tonijn, een beetje spicy. Alles op zuurdezenbrood. De producten die we hebben gebruikt zijn allemaal van hoge kwaliteit. Maar we geven eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus één broodje, dat is dit. Dat is meer dan genoeg. Het is vers. Het ziet er goed uit. Mooi, veel kleuren hebben we erin verwerkt. En ik denk dat het helemaal bij deze tijd past. Maar voor mij appelleert dit ook heel erg aan het gezondheidseffect wat die bosbaan zou moeten hebben. Ja. Die lopers en dat soort dingen. Want het smoelt ook gezond. Ja. Bewust van eten zijn. Dat zijn die mensen die daar lopen. Deze is niet normaal. Ja. Maar ook... Wat bedoel je met niet normaal? Maar... Abnormaal lekker ook. Abnormaal lekker. Die zou ik dus gewoon de hele dag door, elke dag, 24 uur 7, zou ik hier opeten, zeg maar. En dan hier komen de mensen voor terug. Maar dit wil je. Zouden we Appen Eventum ook eten? Ik denk dat al wel... Dat zijn niet echt criteria's daarin. Nou, als die het eten, dan eet heel Nederland er. Dat is wel waar. We zijn hier van de voetkantine voedsel af. Dit is eigenlijk net een stapje hoger wat we nodig hebben. Ja, dat is precies wat we zoeken. Kleinere kaart, dus ook qua inslag beheersbaar, maar wel kwaliteit. Dus ik zeg een win-win situatie.